sta nu bij een balanitisboom. Ja, deze is nog maar een struikje, maar deze boom groeit echt in hele droge gebieden in de Sahel. En die kan tegen heel veel stress. Hij heeft ook enorme stekels. Misschien kun je dat zien. En het is een hele belangrijke boom voor vogels. Onze trekvogels, als ze aankomen in de Sahel, als ze die Sahara zijn overgevlogen, zijn dit de bomen en de struiken die ze tegenkomen en die ze nodig hebben om voedsel te vinden, om uit te rusten en voorbij te komen van die lange reis. Voor mensen is die ook heel interessant, want de balanitisboom geeft vruchten. Die vruchten die kunnen weer gebruikt worden voor allerlei dingen. Dus om olie te maken van de noten die erin zitten. Maar ook het vruchtvlees wordt gegeten. Het vruchtvlees wordt aan dieren gegeven als veevoer. Dus het is echt een hele, ja, hele belangrijke boom. Maar helaas ook deze boom verdwijnt uit het landschap. Door overbegrazing, door intensieve landbouw en brandhoutgebruik. En juist in die droge Sahel hebben mensen alles nodig om te kunnen overleven. Want ze kunnen bijna geen landbouw doen, daar is het echt te droog voor. En als de regen tegenvalt, dan zijn dit de bomen waardoor mensen ook overleven. En daarom gaat Vogelbescherming met lokale partners werken aan meer bomen die goed zijn voor mensen en voor onze trekvogels.